Ik ben Babita Budde, adviseur omgeving bij de dijkversterking Den Oever Den Helder. Welkom bij de nieuwe vlog van de dijkversterking Den Oever Den Helder. Leuk dat u kijkt. Vandaag blikken we terug op de sessies van de meerwaardetafels met de thema's raakvlakken, natuur en recreatie. Afgelopen maanden zijn wij bezig geweest met APPM met de voorbereiding van de meerwaardetafels. Eind mei, begin juni, hebben de meerwaardetafels digitaal gehouden. Meerwaardetafel is de naam voor een meedenkproces. Daarbij zitten de betrokkenen die in de verkenningsfase ideeën hebben voorgesteld aan tafel. Het doel is om de ideeën die goed zijn voor het gebied samen met de omgeving een stap verder te brengen. Al dan niet gekoppeld aan de dijkversterking. Denk bijvoorbeeld aan mooiere natuur of plekken die de geschiedenis laten zien. Zo ontstaat er extra waarde in het gebied, meer waarde en een fijnere leefomgeving. Waarom nou een meerwaardetafel? Nou, de gedachte erachter zit eigenlijk in het woord. Er zijn ideeën over dingen die allemaal op, rond en aan de dijk aanvullend kunnen gebeuren. Het zij door de ANK, het zij door andere organisaties die lopende projecten hebben. En het idee is om daar vroegtijdig over met elkaar in gesprek te zijn. Te verkennen wat er allemaal speelt, welke projecten er zijn. En vooral daaruit conclusies te trekken over zijn er nou onderwerpen die we daardoor in beeld krijgen, gezamenlijk kunnen aanpakken of kunnen combineren, waardoor we echt voor de dijk of voor de omgeving of voor de natuur of voor de recreatie een meerwaarde kunnen genereren. Als je kijkt naar kwelderontwikkeling is dat fantastisch, want er staan alle goede zoute planten die er horen, die staan daar. Als je wil kijken naar broedvogels, ja, die eilanden die komen vast te zitten aan de vaste wal. En in de tussentijd hebben we ook afstemming met een ambtelijke begeleidingsgroep om gewoon een soort opbrengst te delen met alle betrokken partijen van de eerste ronde meerwaarde. Wij hopen u na de zomer tijdens een dijkavond bij te kunnen praten. Hopelijk lukt dat tijdens een live bijeenkomst. Maar op dit moment houden wij ons aan de geldende maatregelen van het RIVM. Dus of we na de zomer bij elkaar kunnen komen, dat is voor ons ook nog onduidelijk. Zodra wij hier meer over weten, informeren wij u. Uiteraard hoeft u niet te wachten na de zomervakantie met een vraag. Of wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op. Bedankt voor het kijken en tot ziens!